Inbrekers slaan weer toe in drogisterij Urk. PostNL definitief weg uit Lelystad en Emmeloord. Almere City op stoom. Als ik kijk wat hier nou weer weg is, dan denk ik, jongen. Nou legt hier de duur, legt eruit. Bij de Diodrogisterij op Urk is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw ingebroken. Eerder deze week wisten dieven ook al de winkel aan de Randzuil te vinden. Medewerkers troffen vanmorgen opnieuw een grote ravage aan. Ja, dat verwacht je niet in zo'n korte tijd natuurlijk. En ik hoop dat ik nou de eerste 10 jaar niet meer op het lijstje sta. Een getuige alarmeerde de politie. Die kon vervolgens in Amsterdam 2 verdachten aanhouden. Tot opluchting van het personeel van de winkel. Dat degene die er verantwoordelijk voor zijn, en we moeten nog steeds praten over daders, maar wat ik zo hoor, zullen ze het wel zijn. Dat die in ieder geval vastzitten en een bepaalde straf krijgen. Dus dat geval loont misdaad dan niet, omdat ze nou de sjaak zijn. De politie onderzoekt of de opgepakte mannen ook verantwoordelijk zijn voor de inbraak eerder deze week. De kantoren voor postverwerking en distributie in Emmeloord en Lelystad zijn sinds vandaag gesloten. De medewerkers moeten afscheid nemen van hun vestiging, omdat PostNL het werk naar Zwolle verplaatst. Een grote overgang, vooral voor personeel dat al tientallen jaren in Emmeloord werkt. Ik werk hier nu 27 jaar. Ja, dat ben geen grappen. Het is altijd een hele fijne locatie geweest. Zeker toen alle vaste medewerkers er nog waren. Dan had je een hechte teamgeest. Maar we hebben natuurlijk gehad dat heel veel vaste mensen zijn vertrokken. Voor ons was dat wel pijnlijk. De manager begrijpt dat de veranderingen pittig zijn. En daarom steekt hij het personeel op deze laatste dag in Emmeloord nog een hart onder de riem. Ik heb de afgelopen periode ook regelmatig hebben met elkaar overlegd waarom dit allemaal gebeurt. Dat doen we ook niet om jullie te pesten. Maar jullie weten net zo goed als ik inmiddels dat we met elkaar steeds minder brieven versturen. En dat het bedrijf constant aan het reorganiseren is. Ik denk nog niet dat ik het helemaal besef, van dat het straks afgelopen is. Nee, ik vind het heel onwerkelijk alles bij elkaar. Ja, jammer. Het is natuurlijk een werkgever hier geweest, een behoorlijk grote werkgever. Dus voor Emmeloord is natuurlijk voor de polder een groot verlies dat zo'n werkgever weggaat. Dus dat is jammer. Dan gaan we weer lange reizen. Vroeger begin, nou, dat zijn wel dingen waar ik ook wel een beetje tegenaan. We beginnen straks om 4:15. De meeste medewerkers behouden hun baan en gaan vanaf dinsdag in Zwolle aan de slag. De nieuwe hal van de Jeu de Boel-vereniging in Almere is vanochtend officieel geopend op Sportpark Klein Brand in Almeerse Muziekwijk. Dat werd gedaan door erelid Eef Beenhakker, die al vanaf het begin lid is, samen met wethouder René Peters. Het was een mooie opening. Ik ben blij dat de wethouder zijn woordje heeft kunnen doen. En ja... Het was wat we verwachten. Voor de bouw die in 2013 begon, werd 20 jaar lang gespaard. De bouw zelf is door de eigen leden gedaan. Er zijn allerlei vaklieden natuurlijk, die zijn nu wel met pensioen, hebben AOW. Maar ze hebben hun vak hier uit kunnen oefenen, zoals metselaars en timmerlieden en loodgieters. Alles is door de leden gemaakt. Almere City wilde gisteren in Velsen-Zuid per se de koppositie in de tweede periode consolideren. En de Almeerders beleefden een kickstart. Dit gebeurt er na precies 34 seconden spelen. McDonald doet wat hij de afgelopen weken maar niet deed. En dat is scoren. Zijn allereerste in Almeerse dienst. En dat lucht enorm op. Is er een zware last van je schouders gevallen? Ja, toch wel. Het is toch iets waarmee je naar bed gaat. Je gaat ermee slapen van scoren. De training wil je ook scoren. En dan ben ik toch blij dat het is gelukt vandaag. En dus feest bij de meegereisde Almeerse supporters. Na de vroege 0-1 zou Almere onder druk komen. Met hier een grote kans voor Telstar. Donald faalt oog in oog met Kramer. Die zich weer een uitstekende doelman toont. Het wachten was op de gelijkmaker. Dit is een hensbal van Paul Kwasten. Maar over het hoofd gezien door scheidsrechter Mulder. Kwasten steekt hier toch duidelijk zijn hand uit. En dus zwijnt Almere City even voor rust. We zitten in de extra tijd om precies te zijn. En Almere heeft de laatste tijd iets met de extra tijd. McDonald onderuit in de 16. Spel mag door. Ahanach en via een Telstar-been gaat die bal binnen. En Almere kan gaan rusten met een zeer comfortabele 0-2 voorsprong. Kat in het bakkie zou je zeggen, maar niks bleek minder waar.
begin van de tweede helft. Javier Vet met een dikke vette kans op de 0-3. Dan hebben we bijna een uurtje gespeeld. Als Telstar de hoop nog altijd niet heeft opgegeven. Prima aanname met rechts en de afronding met links mag er ook zijn. Abdoulaye scoort de aansluitingstreffer voor de thuisploeg. En het zou gaan stormen. Inleveren door Giel Kramer. Abdoulaye kan oppikken op Mamudov. Mamudov voor langs. De bal kan alsnog voorgegeven worden en helemaal vrij is het Donald. En die zegt dankjewel, ik kop de 2-2 wel binnen. Ongelooflijk hoe Almere het weggeeft. En het zou nog erger worden. Almere lijkt de weg compleet kwijt. Mamudov lijkt buitenspel, maar mag door. En ook nog eens de 3-2. In een tijdsbestek van 11 minuten buigt Telstar een 0-2 achterstand om in een 3-2 voorsprong. Ze maakten de 2-1. Dacht je van ja, het komt vast nog wel goed. Na de 2-2 denk je ja, nu moet er echt werk aan zitten. Want wij moeten de goal maken, wij moeten winnen. En dan maken ze de 3-2. En ja, ik zak gewoon door de grond. Ik denk, dit komt niet meer goed. Maar gek genoeg zou het toch nog goed komen na die mokerslag. Want dit is diezelfde Aanach en een heerlijke streep. Diagonaal binnengeschoten en de 3-3. Wat een bizar duel. Beide ploegen spelend dan op de winst. Telstar gevaarlijk in de 16 van Almere City. En dan een countermogelijkheid. Aanach kijkt naar links, kijkt naar rechts. En dan vindt hij met dit listige paasje Sergio McDonald. Die is snel en die houdt het hoofd koel. En de 3-4. En zijn tweede van de avond. Ik zag Aanach aan de bal en ik wist gewoon rennen. En hij heeft een hele goede steekpas. En ik kreeg hem heel makkelijk mee. En dan schoot ik in mijn favoriete hoek altijd. Zeggen ze altijd, ik schiet altijd hetzelfde hoek op training. 3-4 en de koek was nog niet op. Er ontstond ongelooflijk veel ruimte. Invaller Waalkens bedient een andere invaller, Sylvester van der Water. En de 3-5 en de wedstrijd in de tas. En dat vier je dan met de meegereisde Almeerders. Zitten we in de extra tijd en dat is altijd bingo voor Almere de laatste tijd. Aanach met zijn derde van de avond. En hij bepaalt de einduitslag op 3-6. Almere boekt de 8e zege op rij. En de tweede periodetitel komt erg dichtbij. Nou ja, we hebben 5 gespeeld, 15. En we krijgen nog 4 hartstikke moeilijke wedstrijden in de periode. Hè. VVV thuis, Jong Utrecht uit, NAC uit. En dan RKC thuis. Dus kijk, weet je, er zitten nog wel een paar kapers op de kust. Hè. Die zitten op 3 punten achterstand. Dus ja, we zullen wel vol aan de bak moeten nog.